Zij kon het lonken niet laten. Ze lonkte naar iedere man. Dat liep veel te veel in de gaten. En oh, 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 daar kwam naar geen van. Ik werd er ook nog op getelefoneerd. Ik zeg in het apparaat, hallo. Toen hoor ik aan de andere kant, opa, je spreekt met Monique. Dan denk ik, verrek, wie is dat nou weer? Er klinkt een mondharmonica. Die speelt door re, mi, fa, sol, la. Tralali, tralala. Zo heerlijk rustig. Ja, ja. Want wat is een kind? Ik zeg, een kind. Je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt, is het jouw schuld. Altijd. Want als opvoeder falen we. Trouwens, wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister tast. Mijn vader... Hij rustte in vrede. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Maar goedje, maar goedje. Ze klom op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar. Ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje. Zo'n neusje, zo'n kennetje. Ze riep in mijn oor, oh, ik hou zo van jou. Ik roep nog, pssst. Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Mooie benen, mooie benen, zei de lichtmatroos. Kom er binnen, zei de mavelvrouw. Zij je pakken, zei de toverheks. Uur betalen, zei de kastelein. En de zwikte, zei de barones. Heel voorzichtig, zei de oude heer. Lekker zoenen, zei de dikke meid. In de kark, zei de dominee. Een dobi dobi di, een dobi dobi di. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging. En mijn zuster die niet ging. Ook al ga je op je kop staan met z'n allen. Moeder, ik wil bij de revue. Ik klap de mensen van het lachen van hun stoelen vallen. Jongen, zo ben ik te benijden. Als ik die hoge trap afkom met witte blote meiden. Altijd caviar en nooit meer aardappels met zuur. Moeder, ik wil bij de revue. Mijn vader heeft er nooit iets van begrepen. Mijn vader, ach, u weet hoe vaders zijn. Een vader voelt zich min of meer gegrepen. Wanneer zijn zoon iets anders wil dan hij. Dan zegt hij op een dag, mijn zoon, ik wil eens met je praten. Kom eens even bij me zitten. En dan luister je gelaten. Luister eens, jongen. Bumpy. Je weet toch dat ik je vader ben? Dat zei mijn vader expres, want toen ik 10 jaar was, had ik eens aan mijn vader gevraagd, vader, ben je mijn vader eigenlijk wel? Dat klinkt misschien een beetje cru, maar de jeugd is nu eenmaal hard. Ik dacht namelijk dat ik een ondergeschoven circuskind was. En toen ik hem dat vroeg, toen zei hij, jongen, als je 14 jaar wordt, dan zal ik het je vertellen. De nacht voor mijn 14e verjaardag, ik deed geen oog dicht. Ik lag te woelen in mijn bed. Ik stond op, ik kreeg handen, zoenen. Cadeautjes, maar er kwam verder niks. En tegen het eind van de avond zei ik tegen mijn vader, vader, ben je mijn vader nou, ja of nee? En toen zei mijn vader, jongen, ik moet je teleurstellen, ja. Als kind heb ik het bureau van mijn vaders opengebroken. Omdat ik vond
dat ik, hoe moet ik dat zeggen, dat ik niet thuis hoorde in mijn omgeving. Ik vond dat ik een kind was van een ander. Ik heb nooit gevonden, als ik naar mijn broers en mijn zus was keek, dan dacht ik, ja, dat zijn er wel mensen die bij me horen, maar ik ben vast een kind van iemand anders. Ik heb mijn vaders bureau opengebroken toen ik een kind was. Maar toen mijn vader dat vond, toen zei hij dat hij mijn broer zocht, toen heb ik gezegd, ik zoek naar iets. Ik ben vast een ondergeschoven kind of zo. Ik ben vast van een andere vader of een andere moeder. Mijn vader lachte daar vreselijk om. En die zei toen tegen me, ik zal het je vertellen als je 14 bent. Dan heb ik hem zo'n koop gek gezet op 14 jaar. Toen zei hij natuurlijk niks. Toen zei hij, ik zal het je vertellen als ik 18 ben. En ik geloof dat daaruit voortkomt dat ik wil bewijzen dat ik een ander ben. Dat is zo gek. En nu hadden je moeder en ik gedacht, wij hebben een goedlopende kruidenierszaak. Mijn vader was kruidenier hier in Utrecht, notabene. Wij hebben een goedlopende kruidenierszaak. En nu hadden moeder en ik gedacht om jou kruidenier te laten worden. Wat dacht ik ervan? Een beetje een moeilijke vraag voor me. Ik heb namelijk altijd willen worden wat ik nu ben. Dat wil zeggen, ik heb altijd aan het toneel willen zijn. Als kind al. Als kind speelde ik al toneel. Mijn vader was kruidenier, zoals iedereen nou al weet, geloof ik. Maar ik speelde altijd al toneel in de etalage op zaterdag en onder de toonbank. Toen ik heel klein was en op school heb ik altijd toneel gespeeld en liedjes gezongen. En u hadden moeder en ik gedacht om jou kruidenier te laten worden. Wat dacht ik ervan? Ik zei, nou vader, dat vind ik al een beetje vuist op buik. Kun je misschien iets duidelijker spreken? Ik zei, vader, ik vind al een beetje vuist op buik. Was ik een jaar of 16 en mijn vader, nee 15, en mijn vader was dus kruidenier en ik moest op zo'n deurtrapfiets met een grote mand erop, vol met koffie en thee, die stuurde mij gewoon langs de boer in de buurt van Utrecht, weet je dat? Ja. En toen kostte een pakje thee 25 cent. En dan moest ik aankloppen, moest zeggen, zo noem ik beslist nog eens een boek als ik het ga schrijven, Zonneveld mevrouw. Zei mijn vader, dus je moet je kloppen of bellen en dan moet je roepen, Zonneveld mevrouw. En dan moest ik vragen, heb je thee nodig? Nou joh, ja, zo'n middag, dan verkocht je misschien drie pakjes thee en dan was je blij. Ik heb inderdaad dat soort dingen meegemaakt als kind. Ja, dat je bij mevrouwen, want elke zak had een dienstmeid vroeger. Ja. Dus dat echt dat je eraf afgeblaft werd aan de deur. Hoor. Of dat ze gewoon zei, wilt u nog eens even 2 cent mosterd voor me halen? Of een halfje gloor. Bij mij thuis stond een gloorton in het pakhuis. Ja. En dan moest ik dan, als die dan leeg was, heel diep met je neus in met een houten lepel. En voor een halfje gloor kwam ze ijskoud een halfje gloor halen. Ze. Je zegt het maar hoor, ik zal de portefeuille wel trekken. Het is maar vader, ik heb een nieuw pak nodig. Hup, 17,5 gulden, het was voor de oorlog. Hup, 17,5 gulden voor een schitterend nieuw pak met 2 extra plus voers. Vader, een nieuwe fiets. Hup, 7,5 gulden voor een schitterend nieuwe Japanse fiets met 2 prachtige koplampen van 75 cent plus oudje monument woord. Ik begrijp trouwens toch niet wat jij met je kleren uithaalt. Je broer draagt sinds 4 jaar. Dan worden ze keurig voor jou vermaakt. En dan zijn ze potdomme binnen de 3 jaar op. En sta op als ik tegen je spreek, Ganef. Domme jongen, wat word jij lang. Ik heb laatst een vreemde droom gehad. Hele vreemde droom, waar dat nou voor staat, mag God weten. Maar dat ik met mijn vader sprak. Mijn vader is dood, mijn moeder heb ik nooit gekend en mijn vader is dood. En ik zat in een soort overbelichte omgeving. Overbelicht, het was allemaal vreselijk wit. En mijn vader zat aan tafel, aan een kleine keukentafel, aan de onder lag een leeuw. Een vreselijk gevaarlijk beest, dat was erg tam. En ik ging aan de andere kant zitten en ik zat met mijn vader te praten. En het enige wat ik aan mijn vader vroeg is, wat verdient zo'n leeuw? Dat zal wel iets verraden, denk ik. Ik moet mezelf alsmaar weer bewijzen dat ik geloof dat je zou kunnen zeggen dat ik zoekende ben op de een of andere manier. Mm. Het gekke is dat toen ik niet zo vreselijk lang bij het toneel was, heb ik altijd gedacht, misschien roept er eens iemand uit de zaal, hij is mijn zoon of mijn kind. Dat is wel idiote droom. Mag ik er misschien eens even van meneer vernemen wat meneer wel had willen worden? Vader, ik wou zo graag artiest worden. Wat zei je? Ik zei, vader, ik wou zo graag artiest worden. Artiest? Wat? Hoe haal je het in je hersens? Hoe haal je het in je hoofd? Artiestje wel, hoe kom je daar nou bij? Zou je wat zeggen, jongen, houd je mond, ik ben aan het woord. Artiest, jawel, maar dan over mijn lijk. En wat doe je dan? Wat doe je dan? Je haat iemand, je vader, en je vindt hem een tiran. Je voelt je ongelukkig, je bent down en levensmoe. Toen ging ik naar mijn moeder toe.
ik zou het leuk gevonden hebben als mijn moeder het had meegemaakt. Maar dat komt gewoon omdat ik mijn moeder niet gekend heb. Want je maakt natuurlijk op een gegeven moment voorstellingen over je moeder die zo waarschijnlijk te idealistisch zijn. Ik heb alleen maar verhalen over mijn moeder gehoord. Dat schijnt nogal een leuk mens geweest te zijn. Zij herinnert zich nog zijn ogen, zijn mond en het gebaar van zijn hand toen hij van haar voorgoed heeft afscheid genomen. En dat zij hem nooit meer, nee nooit meer zou zien. Ze was nog zo jong, zo verschrikkelijk jong, in die zomer van 1910. Die dag is voorbij en die zomer vergaan, onherroepelijk, onherroepelijk. Toch is die herinnering blijven bestaan, onveranderlijk, onveranderlijk. De rozen die bloeien nog steeds langs het pad waar ze hem voor het laatst heeft ontmoet. Die zomerse dag is verstard tot een beeld dat haar bijblijft voor altijd voorgoed. De jaren zijn vervlogen, dat beeld vergeet ze niet. Ach, en steeds als zij het ziet komen tranen in haar ogen, omdat het genadeloos aan haar laat zien. Je wordt nooit meer bedroefd, maar ook nooit meer verliefd, nooit meer jong als in 1910. Wat zijn je toekomstplannen? U gaat nu onmiddellijk aan Maarten Verleden. Ja. Dat begint over een uur de repetitie. Hoe lang denkt u dat Maarten Verleden zal gaan lopen? Nou, men denkt anderhalf jaar. En wat gaat u daarna doen? Ik denk zelfs nog langer. En daarna heb ik in principe een tournee afgesloten weer door de West. Ik heb sinds 5 december 1962 niets meer gedaan. En sinds die tijd werk ik al in dit programma. En nu op het ogenblik ben ik bezig met hier en daar in de provincie, als je dat woord nog kunt gebruiken, want de provincie bestaat eigenlijk niet meer in Holland, om dus het programma uit te proberen, zoals vanavond. Dat doe ik dan meestal voor verenigingen en dan doe ik elke avond iets nieuws of ik verander het een beetje, totdat het 1 januari 1964 in Amsterdam gaat. Hoe lang gaat u dit cabaretprogramma met elkaar spelen? Nou, voorlopig staat het al vast tot eind april 1965. Is dat niet vervelend? Nee, het is juist niet vervelend, omdat ik dus altijd kan veranderen. Ik kan dus altijd nieuwe dingen erin doen. Het is dus mijn conferences zijn dus allemaal voor mezelf. Ik heb zelf een stuk of 10 liedjes gemaakt. En je bent dus niet zo gebonden aan een tekst en een mise-en-scène als in een stuk of in een musical. Daarom vind ik het eigenlijk vreselijk leuk. En ik vond het vooral zo leuk om het weer eens alleen te doen, om het weer eens alleen te doen. Ik heb dus nooit alleen een hele avond op toneel gestaan, omdat, eerlijk gezegd, dorst ik niet. De eerste 10 jaar, ik had dus een cabaretgezelschap, de eerste 10 jaar heb ik zelfs nooit een solo gedaan. Eigenlijk de laatste 10 jaar pas. Ik dorst gewoon, ik dorst niet alleen op toneel te staan. Het zal de laatste keer zijn dat we jou voor heel veel tijd live in een televisieprogramma zullen zien, want je gaat nu werken. Ja, vanaf volgende week. Hè. Tot hoe lang? Tot februari 1970. Nee toch, hè? Ja, elke avond hoor. Elke avond? Ik ben een hardwerkend mens. Ja. Ik was 17 jaar, ik was nog geen 17 jaar. Ik ben jarig in juni en ik begon in februari van het jaar dat ik 17 werd. Begrijp je? Ja, begrijp ik. Wou je precies weten hoe ik begonnen ben? Nou, is dat leuk om te vertellen? Ja, dat is gewoon ook wel leuk om te vertellen. Ja, ik ben bij Louis David begonnen. Dat wil zeggen, ik had een eigen liedje, dat heette Meneer Marchand uit naam van alle toffe jongens. Dat ging over de spelling. Dat was toen pas de nieuwe spelling, zoals je weet, zo met 1-0. Ja. En ik ging dus naar Louis David en zong daar wat je noemt tussen de schuifdeuren 3 liedjes. Dat liedje, dat Hollands liedje dat ik zelf gemaakt had. En dan Blue Moon in het Engels. Ja. En een liedje Viens danser quand même, een Frans liedje. Nou, dus die 3 liedjes zong ik voor en David die engageerde me direct voor de Hollandse Schouwburg. Dat was toen nog een begrip in Amsterdam in 1936. En David betaalde mij daarvoor 2 riksdaalders per avond. En die kreeg ik ook in de pauze uitbetaald in 2 klinkende riksdaalders. Van die grote zilveren dingen zo, 1-2, de tweede erbovenop. En dat was dan mijn beloning in de pauze. Ik ging naar Louis David toe. En Louis David had er ook niks van begrepen. Die dag direct, daar heen wil zo'n schlemiel.
Die mot zo nodig, maar je kan nooit weten. Misschien presteert hij iets wijs veel. Hij zei, als je talent hebt en je kunt een liedje zingen, dan engageer ik jou voor het Kurhaus Cabaret in Scheveningen. En daar stond ik voor het bureau van Louis Davids. Weet u, toen ik bij Davids voorzong, ik was helemaal niet zenuwachtig. Ik had een soort zekerheid over me. Ik dacht, het moet gewoon slagen. David zei, jongen, ik ga bij de vleugel staan. Ik had al zoveel verstand van showbusiness dat ik iets had meegenomen voor het oog. Een nogal rondborstige vriendin van me die me begeleidde. Ze speelde heel vals, maar daar lette Davids minder op. En daar stond ik voor het bureau van Louis Davids. Ik was nog maar een snotneus, maar ik had al zoveel kijk op showbusiness dat ik dacht, ik moet ook iets meenemen voor het oog. Om meneer Davids af te leiden als het mis mocht gaan. Ik had dus geen pianist bij me, maar een pianiste. Een rondborstig vriendinnetje. Die speelde heel vals. Maar daar lette meneer Davids minder op. Enfin, ik ging bij de vleugel staan, ik deed een stapje naar voren en u zult het niet geloven, ik zei, meneer Davids, mijn eerste liedje is, en toen viel ik lang uit op mijn gezicht. Dat is zo gek dat dat gebeurd is, zeg. En weet u, ik wist direct iets ervan te maken, want ik had al een beetje vakkennis. Ik stond op en ik zei meteen, mijn tweede liedje, meneer Davids, is. En dat vond Davids leuk, hè? Daar hield hij van. En dat is nou vakwerk. U hoort wel eens spreken over vakwerk, maar dat is nou wat je noemt vakwerk. Je moet er iets van weten te maken. Dat leren danseressen ook meteen. Als een danseres valt, maakt ze er direct iets van. Sonja Gaskell zegt tegen alle meisjes altijd, meisjes altijd iets van maken. Als je valt. Goed, daar stond ik, David zei tegen mij, Sonneveld, ga tussen de schuifdeuren staan en zing je liedjes. Ik deed een stapje naar voren en ik zei, meneer David, het is mijn eerste liedje. En dan viel ik lang uit op mijn gezicht. Dan lag ik lang uit op de drempel van de schuifdeuren, maar ik wist er direct iets van te maken. Ik stond op en ik zei, mijn tweede liedje is. Kijk, en dat is vakwerk, hè. Want je moet er altijd op voorbereid zijn dat er iets kan gebeuren, ook tijdens een voorstelling. Zo'n brandscherm zal naar beneden komen, je zult eronder komen te liggen. Toch moet je iets leuks zeggen. En je zult danser of danseres zijn, die lopen nog veel meer risico om van de spitsen te vallen. Vandaar dat Sonja Gaskell, weet u wel, vandaar dat Sonja Gaskell direct al tegen haar leerlingetje zegt, meisjes, altijd iets van maken als je valt, hoor. En vandaar dat u dan denkt dat ze dansen. Goed. Daar stond ik daar met zitten in Sonneveld. Wat moet je verdienen? En dat vond ik een moeilijk punt, want ik dacht, als ik nou te veel zeg, dan neemt u me niet. En vraag ik te weinig, dan breng ik hem op een idee. Maar ik wou het baantje niet verliezen. Ik deed mijn kop naar beneden, mijn vuisten gebald in mijn ooggewicht. En ik zei, meneer Davids, als u niet in financiële moeilijkheden komt, dan zou ik gaarne willen verdienen 2,50 gulden per avond. En Heintje Davids, zijn zuster, weet u wel, die zat er ook bij. En die fluisterde toen, wat zegt die Lou? Ik zei, mevrouw Davids, als u niet in financiële moeilijkheden komt, dan zou ik gaarne van ieder van u 1,25 per avond willen hebben. Dus Davids, wat? Hoe haal je die je hersens? Hoe haal je die je hoofd? Mijn lieve jongen, hoe kom je daar nog bij? Je vraagt een knaak per avond, mama zie je me vooran. Je krijgt 5 piek per voorstelling van mij. En wat doe je dan, wat doe je dan? Je pakt die twee riksdaalders met je beide handen aan. Ik teken een contract en daarmee was mijn lot beslist. Van toen af was ik echt artiest. En het publiek heeft het direct begrepen. Publiek, u weet hoe het publiek kan zijn. Direct bereid om je een kans te geven. Ik stond te beven achter het gordijn. En David zei, geacht publiek, hier komt mijn nieuwste ontdekking. Wees aardig voor hem, anders dan verliest hij zijn betrekking. Maar David haalde me terug, hij zei, Sonneveld, er is applaus voor je. En ik dacht, wat? Het bonst in mijn hersens, het zuist in mijn hoofd. Een kou waarin ik liep over mijn rug.
Toen eindelijk het doek viel, hoorde ik achter mijn stem. Hé, hey, Sonnewel, je kunt nooit meer terug. Nou, in 1938... ben ik eerst met een eigen groepje zo voor verenigingsavondjes gaan werken. En toen ben ik in Parijs gaan wonen. Ik dacht, nou wil ik het in het buitenland ook wel eens doen. Ik trad op bij Suzy Solideur en bij Agnès Capri als eend. Dat was toen, dat was toen de grote mode. Dan liet je grammofoonplaat draaien van Donald Duck, begrijp je? En dan had zo'n kostuum met een kopje eraan. En dat danste ik op en ik zong internationale liedjes. Maar het ongeluk wilde dat ik in 1939 bij Agnès Capri optrad. En het was september, de mobilisatie was al afgekondigd in Nederland. En ik zong een Duits liedje en werd toen echt wat je noemt van het toneel gefloten. In Frankrijk, ja. In Frankrijk, dat is natuurlijk te begrijpen, hè. Maar ik had niks in de gaten, ik zong rustig door in Hamburg aan der Elbe. En nou ja, onderhand kwamen de tomaat en alles wat die mensen aten, dat gooiden ze naar mijn kop. Ja. Nou, en direct daarna werden we naar Holland geroepen. En in Holland ben ik bij het toneel terechtgekomen, bij Cor van der Lucht, enfin, een hele staat van dienst bij het toneel, van een jaar of anderhalf. En toen bij het Variété, daarna bij de Bouwmeesterrevue en toen in het cabaret bij Mary Dresselhuis. Ik was al zo vaak naar het Leidseplein-theater gegaan en ik kende juffrouw Jo, dat zal je waarschijnlijk niks zeggen. Maar juffrouw Jo bij het Leidseplein-theater had administratie en die was eigenlijk de baas. Ik had in dat tijd een jas overgenomen, zo'n beetje zo'n teddyberenjas, je weet het wel, zo'n bruin, dat was heel wuft. Dat had ik voor een tientje gekocht van een collega. En met die jas ging ik altijd vragen, dat was mijn beste jas, of ik eens in het Leidseplein-theater mocht spelen. En dan keek juffrouw Joburg naar het raam, dat hoorde ik later. Dan zei ze tegen de directeur van het Leidseplein-theater, hé, die enge jongen weer met die bruine jas, geef hem het theater niet. Dus toen trad ik op bij Mary Dresselhuis. En Mary Dresselhuis, daar had ik nogal succes, geloof ik. En toen heeft hij me eindelijk het theater gegeven. Het was 3 maanden vrij. En toen ben ik dus begonnen. Je weet met wie, met Connie Stewart, Lia Dorana, Ellie Weller, Eric Rouchet. En we begonnen met Alleen voor Dames. Ik was de enige heer. En succesprogramma's, mag ik wel zeggen, in die tijd, die werden geschreven door Helle Haase. Nou, noem even een paar van die naoorlogse cabaret. Zal ze maar niet allemaal noemen, want het zijn er 29, hè? Nou, Tingeltangel, zul je misschien herinneren, het is historisch, ze spelen pantomime. Dat was de eerste keer dat ik Marcel Marceau naar Holland haalde. Artiestenpension, Meisje met de Grote Voeten. En met het Meisje met de Grote Voeten heb ik een eigen theater geopend. Waar? Het Nieuwe de Lamar Theater in Amsterdam. Wist je dat niet, dat het van mij was? Nee. Oh nee. Het ziet er één. Oh nee. Nee, dat is namelijk... daar was vreselijk veel voor nodig. Fientje Lamar, die was daar dus geweest. En het was min of meer misgegaan. Want niemand wou uit het Leidsepleintheater weg. En toen eindelijk besloten wij om dat over te nemen. En we moesten er heel veel geld voor lenen. Dat zijn we nu nog aan het afbetalen. Maar... ja, weet je, het is altijd vervelend om herinneringen op te halen over vroeger te praten, maar wij hebben het nooit, nooit voor het geld gedaan. Nooit. We hebben zo ontzettend weinig verdiend. In al die jaren dat Connie bij me was, is het altijd net zo gegaan. Het was ook nooit, we dachten er helemaal niet aan. We dachten er gewoon niet aan. We gingen ook 's avonds na afloop van een voorstelling bij mij thuis en ik bakte pannenkoeken of iemand maakte te eten. We waren altijd bij elkaar. Er was een enorme leuke stemming bij ons. Vooral in de tijd toen Connie en Lia Dorana en Hertie Blok... En Mie Arboes. Dus toen we bij elkaar waren. En ik heb minstens 15 of 18 jaar lang zelf gechauffeerd door regen en sneeuw. Want het ging gewoon niet best. Ik bedoel, op het ogenblik verdient elk artiest die goed is. Begint in de eerste plaats al een one-man show. Wat ook uit de mode zal raken, vrees ik. Hoop ik maar ook in deze dagen. En wij verdienden gewoon weinig. Connie hebben mij nooit meer verdiend dan 30 gulden per dag, maar daar werd niet over gesproken. Het kon ons niet schelen. Ik heb wel eens op het punt gestaan dat ik dacht, nou, als ik nou niet hetzelfde verdien als Connie, dan hou ik er mee op. Want het gebeurde wel. Dat ik minder verdien dan Connie. Ik ben ook gewoon 3 keer failliet gegaan in die tijd. Zeg, zullen we beginnen waar jij, waar ik zeg ik kan dichten, hè? Dat stukje? Ja. Doe dat. Ja, even mijn beermus opzetten, hoor. Die bril die past niet, weet je dat? Nou, kijk, dan gaat hij weer scheef. Nou, wacht even. Wat ga je doen? Zeg, ik kan ontzettend goed rijmen. Je mag mij alles opgeven. Ik kan overal op rijmen. Mag ik jou alles opgeven? Jij, ome Joop. Goed, ome Pim, moet je even luisteren, hè? Dan zal ik jou iets opgeven. Bijvoorbeeld, nou, weet ik een goeie, zeg. Als de herfst voorbij is, dan wintert het. Als de herfst voorbij is, dan wintert het. Even kijken, je bedoelt dan wat het winter. Ja, die zegt ervan niet. Dat zou te makkelijk wezen. Als de herfst voorbij is, dan wintert het. Als de herfst voorbij is, dan wintert het. Even kijken hoor. Ja, ik heb het. Ik kende een meisje, niet zo lang geleden, die was over een bananenschil gegleden.
Waar blijft winter? Het komt. Het komt. Ze stond op en ze zei, ach, ja, wat hindert het. Ja. Als de herfst voorbij is, dan winter. Nou, zeg, dat is mooi hoor, dat is schitterend. Het was in het Leidsepleintheater. Ja. Zaterdagavond na afloop, juffrouw Jo, dat was de secretaresse van meneer Van Dijk, die beheerde het theater, daar gingen we kaarten bij haar. Ja. Zomersavonds met open raam. En dan op een gegeven moment dan, haalden we hoeden van het toneel en deden alsof ze juffrouws van de straat waren, begrijp je? Alle vrouwen, ja, begrijp je? Alsof ze elk ogenblik de straat op moesten en ik was dan zogenaamd hun, hoe noem je dat in het Hollands? Je spoorde ze aan, hè? Vooruit ga mij de geld verdienen. Het geld verdienen. En wat we onder andere ook deden, een grote koekenpan maakten we centen, gloeiend. En die gooiden we dan op straat en dan gingen we staan kijken. Mensen ze opletten, auw, iedereen begrijp je. Ja. En dan stuurde Connie bijvoorbeeld de straat vooruit, je geld verdienen. En Connie speelde dat ook helemaal, ja, tot er op een gegeven dag Connie de straat opging en quasi met mij uit het raam ruzie maakte. Ja. Ze stond dus met de rug naar het publiek van het Leidseplein, die cafés gingen uit. En ik stond in de schreeuwen vooruit, de straat op, geld verdienen, begrijp je. Ja. Tot er een dronken man op haar afkwam op een avond. Dat zag ik natuurlijk al, maar zij niet, zo met zijn handen om er in de billen te grijpen, begrijp je. De hele maar ineens in de billen greep en ze omhoog sprong. We hebben een verschrikkelijke lol. Lol? Ja? Ik heb al een jaar geen lol gehad. Ga jij zoiets uit de bakstel halen? Ik zal eens wat anders voor meneer halen. Dat moet je vlugger doen, hoor. Zeg, luister, wat bedoel je nou? Wat bedoel je eigenlijk? Nou, dat ik al in 3 jaar geen lol heb gehad. Oh nee, hoezo? Mijn vrouw is er vandoor. Wat zeg je daar? 3 jaar geleden. Uw vrouw er vandoor, 3 jaar geleden. Wacht eens even, Wies. Wat is er dan aan de hand? Meneer, zijn vrouw is er vandoor. Oh. En geef meneer nou een feestje. Nou, ziet u wel. De vrouwen moeten direct lol maken, hè. Ja, nou, voor mij is het allemaal op. Laat het hier maar belaten, jongens. Dat is die requisite. Goed. Wat gaan we nou weer doen? Ik weet het al. Ik wou zo dolgraag even met jullie dat liedje doornemen. Een huis, tuin en keukenliedje. Met een huis, tuin en keukenrefrein. Zo'n heel doodgewoon melodietje. Zo'n liedje hoeft niet zo hoogdravend te zijn. Een liedje voor alle mensen. De dokter, de slager, papa en mama. Een lied dat de diender op wacht kweelt. Dat het orgel heel zacht op de gracht speelt. Tra-l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 a. Gewoon melodietje, zo'n liedje hoeft niet zo hoogdravend te zijn. Een liedje voor alle mensen, de dokter, de slager, papa en mama. Een lied dat de diender op wacht kweelt, dat het orgel heel zacht op de gracht speelt. Ik zou eigenlijk het liefste, misschien niet altijd, maar ik zou het liefste eigenlijk alleen liedjes zingen, zoals de Fransen dat dus doen. Hè? Op het toneel gaan staan en dan gewoon een liedje, en nu zal ik u. Maar ik vind dus dat soort liedjes die dus iedereen meezingt, die vind ik gewoon leuk. Zoek de zon op. Maar tenslotte is het zo dat het culturele gedeelte van Nederland, laten we zeggen mensen die zich cultureel noemen, mensen die dus alleen naar de Gijsbrecht gaan en naar Matthäus Passion, die zie je toch s'avonds gewoon op een vijfje achter elkaar aan het shocken. Die zingen dan en hoepel de poep, zet op de stoep, zonder enige schaamte. En dat is ook een goed liedje, een soort namelijk. En een goed liedje mag niet helemaal vol met goede dingen zitten, laat ik zeggen, dingen waar je vreselijk naar moet luisteren. Er moet af en toe een stoplap tussen komen, of muzikaal zelfs een pauze, waardoor je dus even kunt pauzeren en kunt nadenken over wat je gehoord hebt. Mm-hmm. Maar zo'n liedje als dat wat u zelf populair heeft gemaakt, die Amsterdamse grachten, dat vind ik nou bijvoorbeeld een heel mooi liedje. Ja, dat is een goed liedje, maar daar vind ik dit bezwaar aan, technisch dan, hè, dat het dus keukenpraat, wat we nu doen. Ik vind dus het bezwaar dat het moeilijk is om mee te zingen. Niet om mee te neurien, maar moeilijk om mee te zingen, hè.
Waarom? De tekst, nou. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam, mijn, dat kun je heel moeilijk meezingen. Daarentegen, ach, was ik maar bij moeder. Dat is makkelijk mee te zingen. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Al die lichtjes s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Ik geloof dat een van de beste dingen die ik ooit gedaan heb is de Tirung Tango. Dat vond ik een ideaal liedje qua muziekuitbeelding en voor mezelf. Maar dat is het liedje waar ik dan ook elke avond het meest bang voor was. Omdat ik wou dat het slaagde en omdat het zo'n inspanning voor me was om dat goed te doen, goed en ingehouden te doen. Want een van de moeilijkste dingen op het toneel is om te laten zien hoe makkelijk het is. En daar beginnen vaak een hele hoop jonge mensen mee. Die kijken ons dan, of ons, maar die kijken dan naar artiesten die jarenlang ervaring hebben. En die denken, oh, is dat het? Rustig op een punt van een stoel gezet, dan gaan wij dat ook doen. Maar dan missen ze de spanning. En die kun je onmogelijk hebben binnen de 10 jaar. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik handig. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mond zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belast. Reuze bedonder, dat ik de liefste was is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Hoa! Goedemiddag, Roba. Deze dame hier wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd. Een succes van een nummer is altijd afhankelijk van het moment. Als ik de T-Room Tango over 10 jaar zou doen, zou je zeggen, wat een ouderwets nummer. De Van Vrater van Antje zijn 375.000 platen gekocht. Dus daaruit maak ik op dat dat het meeste succes gehad heeft. Als het commercieel moet beoordelen, is het Vrater van Antje geweest. Oh nee, dat was een nummer, dat heb ik uit mijn mouw geschud. Dat heb ik zelfs nooit heel goed uit mijn hoofd geleerd. Toen ik het kreeg, toen dacht ik, ja, dat is gesneden koek, zoals je dat dan noemt. Een echt goed eindnummer. En ik heb de tekst op de gitaar geschreven. Ik wou het niet eens op een kop leren. Ik denk, dit vind ik zo makkelijk. Ik vond het reuze makkelijk om te doen. Ik dacht ook altijd, als dat nummer kwam, hè, dat nummer, dat schud ik uit mijn mouw. Dat kan ik doen. Het heeft bovendien nog veel succes. Ziet de lelies lustig dromen, ziet hoe het dartel beetje doet. Tegen het hert der jacht ontkomen, schittert in de zonnegloed. Laat de alleluia's dromen in het helwit avondrood. Zie de maan schijn door de bomen, o al zij er een zo groot. Ja tegen het lieve, ja tegen het lieve van je amen en je vloeren, ja joegie. Zeg
maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve, anders zeggen we het lieve nog niet. U hoort het wel, hè, beestjes die de mensen pakken. En die ze iets meegeven voor een ongeluk en ongemakken. Zeg, ik heb een heel aardige wiets voor u, hebben jullie dat gehoord? Die pastoor die bij de bisschop moest komen. De pastoor beefde zo, hè, die bibberde zo, hè. Toen zei de bisschop, die zegt tegen de pastoor, die zegt tegen de pastoor, zeg, luister eens even, drink je soms veel? Toen zegt de pastoor, nou, monseigneur, dat valt nogal mee, het meeste gaat eroverheen. Laat een lied uw hart doordrinken en uw dag verliest zijn steen. Sekels blinken, sekels klinken, vliegen als een schaduw heen. Niets te mokken, niets te maren, niets te dreulen van verdriet. Uren, dagen, maanden, jaren, mist men 1, 2 pruimpjes niet. Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve van je armen en je gloeren, ja je geef. Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve, anders zeg je het lieve nog niet. Wacht even. Ik moet even de bril afnemen. De bril beslaat altijd als ik succes heb, hè. Ja, nou is het zo, ik ben een beetje schuldig mede aan die financiën rage in Nederland, omdat ik u destijds heb gevraagd dit op de Grand Gala du Disque 63 te komen brengen. En ik heb u later, een jaar later, het nummer eigenlijk uit uw handen getrokken. En ik vond het mooie gelegenheid om u daarvoor dus nu, ja, 250.000, we zijn de gouden al voorbij, de diamanten, maar het is dan toch een gouden plaat geworden. God, geweldig zeg. Waarin ik graag natuurlijk uw pianist en componist van het nummer Arie Banning en de mede-tekstdichter Michael van der Plas wil betrekken. Weet je wat ik daarmee doen, Willem? Geen idee. Weet je aan wie ik dat geef? Dat is een gouden plaat, die geef ik aan de missie. Is dat goed? Dat kan de missie toch gebruiken, dat is toch, je weet hoeveel goud dat is toch geweldig. Hè, bedankt hoor. Ja, ik vind het nou een beetje rot dat ik het zeggen moet. Rot? Een beetje vervelend. Hey, kijk, die gouden platen die zijn nooit helemaal van goud. Hoe doe je? Is de binnenkant is natuurlijk niet van, maar dit is van goud, of niet? Nou, eigenlijk ook niet. Dat wil zeggen, hij is wel gedoopt in een goudbadje. Nou, luister eens even, Deus. Als ik het goed begreep, sta je met te belazeren, hè? Ja, maar natuurlijk geloof ik. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Natuurlijk, maar ik ben gelovig. Mm-hmm. Ik geloof dat ik Ik ben ofon. Religieus. En ik neem dat nogal ernstig. Ja, dan moet je lachen, hè? Jij moet lachen. Ja, heb jij ook. Ja, dat is zo vervelend dat mensen dus altijd lol van je verwachten. Ja. Dat vind ik zo vervelend, ja. Begrijp je? Ja. Ach, dat is niet vervelend, daar hebben ze ook het recht toe. Dus, aan de andere kant hebben ze dus geen recht op die andere kant van je. Uh-huh. Maar als je me nou vraagt, ja, mocht ik daar antwoord op geven? Ik ben religieus, ja. Iets wat ik mooi vind. Kijk, hier heb ik iets bij me van de Latour. Dat is een 17e-eeuwse Franse schilder. En moet ik het hierheen houden? Ja, hè? Vind je het, Mies? Deze, de droom van Jozef. Ja, bij jouw toon weet ik nooit of dit nou het hele lelijke is. Ik bedoel, ik kan... Nee, dit is het hele mooie. Oh. Ja, ik weet nooit wanneer jij serieus. Jij belazert mij aan scène, zeg. Wat verdikkend. Dit is de droom van Jozef. Jozef verschijnt een engel en die zegt hem dat hij naar Egypte moet vluchten. Er zijn drie keer is een engel verschenen. Hier is een detail. Dat hij naar Egypte moet vluchten, met Maria moet... Is dat niet schitterend? Ah, je hebt het ook zo goed voorbereid met papiertjes ertussen. Oh ja. Maar we hebben alles in ons. Ik ben alles. Ik ben en hetero, en homoseksueel, en lesbisch, en ik ben alles. En religieus. Ik heb dus alles in me. Ik ben een Hitler. Ik ben een heel goed mens. Ik ben alles. Alles, alles heb je in je. Want je kunt alles veroorzaken als je het wilt. Als je de energie opbrengt. En daarom vind ik, dat vind ik namelijk een van de... Daarom ben ik gelovig, omdat ik namelijk geloof met
Omdat ik geloof dat iedereen gelijk is aan God. Dat geloof ik namelijk. Ik weet het namelijk zeker. Ik geloof niet alleen, ik weet het zeker. Omdat ik weet dat ik alles in mij heb. Maar alles, 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 alles. Alle ellende en alle verdriet en alle vreugde. En ik kan me alles voorstellen zonder het mee te maken. Maar jij hebt het natuurlijk meegemaakt. Hè? Via emoties en via dromen en via... Maar ja, ik ben katholiek geworden. Uit overtuiging. En ik denk bijvoorbeeld reuze veel in de dood. Niet dat ik er bang voor ben, ben dus niet bang voor de dood. Helemaal niet. Maar ik denk er veel aan, omdat dat de enige zekerheid is die je hebt. Ja, je weet dus van niets weet je of het gebeuren zal, wat er komen zal. Maar dat komt dus zeker, op welke manier dan ook. En daar ben ik ook niet bang voor. Behalve als het natuurlijk op een akelige manier zou gebeuren. Nee, ik ben niet bang om dood te gaan, helemaal niet. Nee. Ik durf het u bijna niet te bekennen, maar weet u waar ik het eerste naar kijk in de kranten? Naar de doodsberichten. Eng, hè? Ja, maar er zijn meer mensen die dat doen, hoor. U ook? Ja, je wil weten wie er over is, hè? En onder die berichten staat dan altijd wij berusten. Heb u dat al eens gezien? Soms een hele pagina vol. Wij berusten, wij berusten, wij berusten. Dan denk ik wel eens, ach je, moet je dat dan onder zetten, hè? Stel je voor dat je eronder gaat zetten. We laten het er niet bij zitten. Luister, ik ben Rooms opgevoed. Ben je Rooms? Alsjeblieft, nou werken we 2 jaar samen, dan gaat hij me vertellen dat hij Rooms is. Ben je Rooms? Ja. Ach, joh, daar zie je helemaal niet naar uit, joh. Hoezo? Nou, ik weet niet, je hebt helemaal geen verneukeratief gezichtje. Oh. Nee, oh, ben je Rooms? Ja, joh, wat wonderlijk, dat heb je nooit verteld. Ik ben ook Rooms. Ben jij ook? Ja, ik ben ook Rooms. Zijn allebei Rooms. Hallo. Doe ik maar op, doe het lekker maar aan. Dan zal ik je zeven laten zien wat ik kan. En al staat het dan niet in de catechismus, well, there is no business like show business. Al ben je kardinaal of bisschop op de paus, je mag geen op vertellen, je krijgt ook geen applaus. Het is misschien niet nederig, maar ik vind het fijn. Ik zou nooit, 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 nee, nooit, nooit, nooit iets anders willen zijn. U allen weet het, er bestaat een Nederlands parelgenootschap, het N.P.G. Daar is de doe maar eens, Parel. Slaatje maken. Heb je een zuurappeltje in huis, Mie? Oh, stellig. Willem Parel is oorspronkelijk afgeleid van Perlé. Dat is de man die orgelverhuur, dat orgelverhuurbedrijf heeft in Amsterdam. Daar heb ik de naam van. En Parel is ontstaan op Mallorca op een vakantie, nou, heel lang geleden hoor. Zeker in 1954. Daar heb ik een nummer geschreven over een Amsterdamse orgeldraaier. En dat was de eerste Willem Parel. Die heb ik ook op toneel gebracht. Dat was niet zo'n succes. Ik bracht hem met een orgel op toneel. En daarna kregen we het idee om Willem Parel voor de radio te brengen. En u weet, het is een reuze succes geworden in de tijd van de radio, de hoogtijd van de radio. Huub Jansen heeft de eerste 12 of 13 geschreven. En daarna heeft Elie Asser de andere gemaakt. Kuklaku, klaar, peper naar smaak, zout naar smaak. Het gekke is, als je zoiets maar lang genoeg doordrentelt, doordreutelt bij de mensen, dan gaan ze erin geloven in die figuur. En alles wat ik zei, was dus niet gewoon niet waar, maar de mensen namen dat voor waarde. Ze vonden de figuur zo reëel, dat ze nou ja, zich gewoon met het leven van de zogenaamde Willem Parel gingen bemoeien. Ze dachten ook dat ik dat was. Oh, daar zijn honderden anekdotes over. Ik heb wel eens ruzie gehad met iemand die zei, God meneer, u moet maar bedenken, u bent tenslotte ook maar de orgeldraaier begonnen. Dat was veel later. Maar in de tijd dat Willem Parel populair was, was het gewoon een reële figuur. De mensen luisterden naar die verhalen. En die wisten wel dat het een gekke man, die vonden het alleen maar een gekke man. Maar die verhalen, die vonden ze nog gedeeltelijk waar. Ook vooral als het, laten we zeggen, toen Dora beviel van een kind, kreeg ik 20 complete uitzetten thuis. En met Sinterklaas en Kerstmis stonden mijn gangen echt vol met geschenken voor de familie.
Ze vonden echt dat die man bestond. Rustig, rustig. Wacht even. Jullie moesten toch zo nou nog wel een paar levende lijven zien? Nou, daar is hij dan. 1, 2, 3. En daar gaat hij weer. 1, 2, 3. Ben je begonnen met die parel? Ik wist niet hoe ik Willem Parel zo uitbeeldde. Er is een film van gekomen. En daar zijn mensen in teleurgesteld geworden. Omdat een auditieve figuur, daar stelt de een zich dit van voor en de ander dat van voor. En dat viel de een tegen, de ander viel het wel mee. En de ander beantwoordde het wel aan zijn eigen fantasie over de figuur. Maar omdat het een auditieve figuur was, was hij toch werkelijker voor bepaalde mensen. Heel werkelijk zelfs. En die film, waarom is die film op een zeker moment gemaakt? Die heeft Joop Geesink gemaakt, volgens mij. Nou ja, dat is natuurlijk, als hij het succes heeft, dan gaat iedereen kijken of hij er wat aan verdienen kan. Dan kwamen een paar wat souvenirs uit en dan wou natuurlijk ook iemand een film maken en die film is echt niet goed geweest. Ik was er ook helemaal niet mee eens, maar ik heb hem weer voor de zoveelste keer laten ompraten. Het is zo gek in mijn leven en vooral in mijn carrière, in mijn werk. Ik moet het gewoon allemaal zelf doen. Als ik het aan iemand overlaat, mislukt het. Ik zeg, ha, die Wim. Grote acteur Sonneveld kan zijn eigen zoon niet meer. Geestelijke vader verloochent zijn kind. Ik zal jou eens wat zeggen, grote cabaretist. Mijn ware naam is Parel. Willem Parel. Zoon en kleinzoon van een orgeldraaier. En leider van het Nederlands Parelgenootschap. Het N.V.G. Zegt je dat met Wim? Dan moet jij eens even heel goed luisteren naar Willem. Wim. Van nou af aan. En ik herhaal, van nou af aan laat Willem jou niet meer alleen. Lieve Wim, dat die Willem Parel, die je fantasiecreatie van je is, een eigen bestaan heeft gekregen, daarvan ben je zelf de schuld. Je moet niet boos op me worden, maar ik geloof niet in het bestaan van Willem Parel. Volgens mij heb je een dubbel leven geleid. Toen jij via de radio de stem van Willem Parel in de kamers van duizenden mensen bracht, was het jouw stem. Jouw kwinkslagen werden gevleugelde woorden. Weet je, Wim, dat de kinderen zaterdagavond op mochten blijven om jouw grappen te horen? Dat ouderen van dagen die zoveel gezelligheid moeten missen, één ogenblik hun zorgen en verdriet vergaten? Dat je zieken hebt opgebeurd? En is dat niet de ware taak van een artiest? Het is helemaal niet belangrijk of Willem Parel wel of niet bestaat. Het voornaamste is dat er artiesten zijn die de mensen wat vreugde en ontspanning brengen in deze sombere wereld. Poen, 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 poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen, 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 poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Poen, 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 poen. Poen, 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 poen. 10 centen is een bijsie, een kwartje heet een haatje. Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek een geldje. Maar hoe heet nou al op van 100 gulden? Nee joh. Raak, poen, 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 poen. De een zegt geld, de ander money, maar wij zeggen poen, 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 poen. Zij je gedacht zijn wat je allemaal met poen kan doen. Je hoort vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en voor alles het een hoop is. Poen, 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 poen. Poen, 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 poen. Ik had Willem Parel film gemaakt, dat weet je, een hele middelmatige film. Maar ik had dus het geluk dat een Amerikaanse agent 1 nacht moest overblijven in Amsterdam. Die kwam uit Berlijn, die moest een overstap op een vliegtuig de volgende morgen. En die loopt door de stad en die ziet hier een paar van. En die vraagt aan de mensen van de bioscoop. Wie is dat hier in Sonneveld en waar woont? Mag ik zich dat opzeggen? Nee. Waar woont u, meneer Sonneveld, begrijp je? Ja. Nou, die belde hem op. S'avonds heel laat. En die vroeg of ik een Amstel hotel wil komen. Ik lang misschien eens kort te maken. Ik ging naar hem toe. Hij zegt tegen mij, voelt u er iets voor om naar Amerika te komen? Nou, ik vond het natuurlijk dol, hè, begrijp je? En hij bood me $200 per week. Ik wist natuurlijk toen nog niet dat het zo vreselijk weinig was eigenlijk. Dat is niet veel. Nou ja, ik rekende het om. Ik dacht, nou, dat is bijna 800, dat is veel. Ja. Dus hij bood me $200 per week gedurende een jaar, geloof ik, was het jaar.
Maar wat ik ook voor werk kreeg, en hoeveel er ook voor betaald werd, ik kreeg nooit meer dan ik $200. Geen werk had, kreeg $200. En als ik werk kreeg, $200. Ik kwam dus eerste klas aan. Dat heb je? Ja, nou. Dus dat was allemaal voor me. Ik heb ineens twee messen. Goed. Dat was dus de bedoeling. Maar weet je wat ik niet kon? Ik kon namelijk onmogelijk naar zo'n sollicitatie gaan. En dan, want zij wilde, omdat er zoveel sollicitanten zijn op zo'n sollicitatie, dat je meteen als een type binnenkwam. Dus op een goede dag kwam bijvoorbeeld, ja, mijn agent, die zei, er wordt nu een komische fotograaf gevraagd in een film met Kirk Douglas, en als je binnenkomt, doe dan meteen iets komisch. Dan, en dat doen ze allemaal. En ze waren acteurs, die dus gingen solliciteren, zeg. Als je dat zag, die mensen die spannen als gekken. Zo'n kamer binnen, als gekken een kamer binnen. De vrouw van Charles Lawton, Elsa Lanchester. Als die gevraagd werd voor een dienstmeid, een gekke dienstmeid, ging ze dan met een hoedje op en een veertje en dan was meteen naar binnen. Nou, dat spijt me, dat kon ik absoluut niet. Dus wat ik heb gedaan, ik zei tegen die agent, ik kan het niet. Ja, maar dan moet ik zoveel maal $200 terug hebben. Dan heb ik een schuldbekentenis gedekend. Dan heb ik gezegd, ik ga het zelf proberen. En die moment dat ik het zelf probeerde, de week daarna had ik een rol. Eigenaar. De week daarna had ik een contract bij de MGM. Ja, geweldig, hè. $1500 per week. Maar... $1500 per week? Ja. Maar, ik werd dus gevraagd voor een rol in een film met Verre Ster. Ik heb een rol pakken met een streepje. En een brilletje op. En lang haar. Nou, heel kort laat ik knippen, maar... Toen! Lang haar. En kreeg die rol. Mr. Canfield, thank heavens you got here. I'm going to kill myself. There's no other way out. I could hardly play tonight. Why? I received another wire from Moscow. Take a bow, Mr. Boyon. Excuse me. I've got to kill myself. Mr. Canfield, can you get me a knife, a gun, a tall building? Oh, come, you've had wires from Moscow before. Not like this one. I told you, they would not let me stay in Paris. If they knew I was writing a score for your picture. They want you out there, Monsieur Boyon. They want me in Moscow, too. Excuse me. I'm lost. Now, give me that wire. I'll take care of it. Now, don't worry. Ha! What? No more bows? Ah, what am I talking about? Soon I won't have a head to take a bow with. Mr. Canfield. They're sending 3 commissars to take me back to Moscow. Do you know what that means? Oh, come. Not one, not two, but 3 commissars. Ik heb dus nog 3 of 4 films gemaakt, man. En toen, ik kon niet meer. Ik had niet eens heimwee naar Nederland zozeer, maar naar Europa. Ik vond het zo vreselijk. Ik was zo'n grote vrijheid gewend en ik had een eigen theater in Amsterdam. Ik dacht, waarom doe ik dit in zijn zin? We are great admirers of your beautiful music. My name is Brankov. This is Comrade Bibinski. That's Comrade Ivanov. You seem nervous, Comrade Borov. You have come after me. There, not the pattern. Al lang herkend. Had u mij herkend? Oh ja, zo. Ja, maar enig om u zo eens van dichtbij te zien. Hebt u het gezien, ja? Wat dan? Moet u straks even kijken, dat is Wim Sonneveld in die bad. Die daar? Ja. Wel nee, dat is mijn zoon Arie Pruisselaar uit Berkel en Roderijs. Die daar, uw zoon? Ja, dat is mijn zoon. Ik ben de oude Arie Pruisselaar en hij is de jonge Arie Pruisselaar. Sprekend, Wim Sonneveld. Ja, dat zeggen ze wel meer dat hij op die voetballer lijkt. Voetballer, kom nou, Wim Sonneveld is cabaretier. Oh ja, paardensport. Zeg, luister eens, meneer, die Wim Sonneveld, is dat een komiek zo in het genre van... Nou, niet zo scheel, weet je, beschaafder, ja. Nou, ik trad vroeger ook wel eens op, begrijp u, in Café Het Raadhuis. Reuze succes, hoor. De grote populariteit is eigenlijk begonnen bij Willem Parel. Die is toen weer ingezakt, omdat de mensen dachten dat ik Willem Parel op het toneel zou doen. Daarna is de hele grote stoot gekomen via My Fair Lady. En daarna de eerste one-man show. Ik ben helemaal niet zo vreselijk lang populair bij het grote publiek. Ik heb altijd wel volle zalen gehad en vreselijk veel ups en downs gehad.
Maar de echte, hele grote populariteit is laatste jaren gekomen. Dat quasi-sarcasme of die quasi-ironie, die nog niet eens helemaal echt ironie en sarcasme zijn, worden veel beter begrepen. Dat wordt relatief veel beter begrepen door het publiek. Kijk, zie je die kapel? Die ken je ongetwijfeld wel. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend. Dag, fan. Ik kan helemaal niet naar mezelf kijken en ik kan niet naar mezelf luisteren. Kijken nog beter dan luisteren, als ik het zie, als ik dus een show van mezelf zie, een oude show, dan denk ik wel in de derde persoon, dan denk ik, dat doet hij nou en dat doet hij goed en dat doet hij niet goed. Ik denk nooit, dat doe ik goed. En de grammofoonplaten beluister ik nooit, dat kan ik niet beoordelen. Ik weet dus niet waarin het zit. Ik verwonder me nog steeds waarom het elke avond uitverkocht is. Mevrouw, je rijdt maar door naar dat gebouw. Dat is een moede zaak. Daar kom ik zelf ontzettend vaak. En als je daar dan bent, vraag dan de weg naar Purmerend. Op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. In de rijder, in de rijder. Helemaal naar Vinkerveen. En geen wolkje in de lucht. En geen bootje in het riet. En geen auto op de weg. Want die had je toen nog niet. En geen schip bij ieder bochtje. Oh, wat een lekker dochtje. Ja, kom even luisteren nog. Een groot artiest, praat ik dus steeds over een artiest in mijn vak, hè. Moet een grote persoonlijkheid hebben. En die, een grote persoonlijkheid die heb je dus door het overwicht. En dat overwicht heb je alleen maar door je zwakke kanten. Door de menselijke kanten. Als iemand, als het mensen aan je kunnen zien, dan mankeert iets aan hem. Of hij is toch ook maar een mens, begrijp je? En ik geloof dat je juist door je zwakke kanten, en door die niet te verwaarlozen, door die bloot te geven, in je lopen of in je kleden of in je manier van kijken, of om tussen een liedje door een uitdrukking die je in je gezicht hebt, die dan toevallig niet ingestudeerd is, ik geloof dat je daardoor een groot artiest wordt. Alleen maar. Er klinkt een mondharmonica, die speelt door re mi fa sol la, tra la li tra la la. Zo heerlijk rustig, yeah, yeah. En een deuntje. Tot zover maar, vind je niet? Ja. Over de minste indruk, ja, ik zou een renkertje doen. Op ieder geval. Doe nog minstens, ik kan het nog minstens 10 keer doen. Hoeveel verhouding van kerststem, goed? Ja, dat is heel goed. Maar ik vind alleen die stem, zeg, dat dit is onoverkomelijk, morgens vroeg. Dat gezweef van die stem, zeg. Schöne. Schöne. Maar de zee deint nog voort, alles is zo het hoort. Mislukt meneer Kerkhoff. En zo zou ik dan willen dat ik als artiest was. Ja. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Nou, probeer het. Ik zou uiterlijk zo eenvoudig willen lijken. En dan van dichtbij zo geraffineerd, dat je er 20 keer moet zien om alles te ontdekken. Wat er mooi aan is, of wat er interessant aan is. En daarom vind ik het ook het leukste. Als mensen tegen me zeggen, ik heb uw show 7 keer of 8 keer gezien, het was telkens nieuw voor me, ik ontdekte telkens nieuwe dingen. Dat vind ik, zou ik het volmaakte vakwerk. Dat vind ik een volmaakt artiest, iemand die dat kan bereiken. Die je zo vaak kunt zien, dat je telkens weer nieuwe facetten ontdekt. Niet eens aan de tekst, maar aan de habitus, aan de manier waarop je doet. Aan je intonatie en al. Zeg, heb je het al gehoord van horen? Heel leuk, doe maar. Oh, wat ijzig de prijs in. Goed zo, we houden het niet op. Geknoeid!
zo mooi, dat mensen dus vaak van mij denken dat ik vreselijk alleen ben. En dat is gewoon omdat ze me dus nooit met een ander op een foto zien of geïnterviewd zien of horen. En dan denk ik, u leeft toch ook, maar dat hoor ik zo vaak zeggen, daar weten ze niks van. Ik blijf helemaal niet zo alleen. Ik weet, ik leef met mensen die me ook niet helemaal kennen, maar ik ken de mensen waarmee ik leef ook niet helemaal. Ik ben een ontzettend gecompliceerd mens. Je draait ontzettend liefst omheen. Je zou het vervelend zijn als mensen je echt leren kennen. Maar natuurlijk, daar hebben ze toch geen recht op. Het publiek, ik ben helemaal gek. Het publiek heeft toch geen recht op mij te kennen? Waarom? Als ze me nog maar leuk vinden samen op het toneel en daar liefst iets voor betalen, dan vind ik het vreselijk leuk en dan laat ik dat los wat ik los wil laten. Maar tegenover mijn beste vrienden laat ik mezelf niet helemaal los. Ik ben vreselijk gecompliceerd. Nogmaals. Nee. Dat is, ik kan je wel zeggen dat ik erg gesloten ben. Mm. En daarom lul ik natuurlijk zo. Langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voor. Ik denk wel eens, nou hoop ik niet dat ik nou doodga op dit moment. Want er zijn, ik wil toch nog een. Ik wil toch nog iets doen. Wat belangrijk is. Dat wil zeggen niet. God, vooral niet op theatergebied, waar ik er applaus voor krijg. Maar ik zou het belangrijk vinden om. Niet dat ze laten zeggen, dat was een goede hoop. Hoe rijk het leven is. Belangrijk om ergens invloed in te hebben. En dat komt waarschijnlijk omdat ik een familie. Dat ik een familie mis. Misschien had ik het belangrijk van mijn zoon te hebben om dat door te geven. Dressoir met plastic rozen. Ik zou het heerlijk gevonden als ik een zoon had waar ik mee samen kon werken. En dan zie ik dat ook een klein beetje romantisch natuurlijk, van vader en zoon op het toneel ineens. Begrijp je, dames en heren, dit is mijn zoon. Maar daar ben ik realistisch genoeg voor. Om. Ik was een kind en wist niet beter. Maar ik zou, wat dat betreft heb ik een traditionele zin. Ik zou de traditie door willen zetten. Ik zou willen, wat ik vergaard heb, door willen geven. Krit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar. En joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeder stoutje springen. Dan zou ik het voor mijn dood, zou ik het ergens voor bestellen. En niet om mijn naam te dragen, helemaal niet. Maar dat ik denk, ik heb nou mijn hele leven hard gewerkt en ik heb geld verdiend. En dat wil ik nou, dat wil ik weggeven, dat wil ik dus ergens voor bestemmen. En vooral bestemmen voor mensen die minder geluk gehad hebben. En ik, dat komt natuurlijk een grote mate van geluk bij dat je het zo ver schoot. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Tuur, nou, ik geloof dat je één ding meegemaakt moet hebben. Ik geloof dat je vooral moet weten. Dat klinkt misschien een beetje als een dagsluiting hoor, maar het is, ik bedoel vooral van een lolbroek zoals ik. Maar ik geloof dat je moet weten wat liefde is. Ik geloof dat je het moet weten, niet verliefdheid, dat haal ik niet door elkaar, maar wat liefde is. Ik geloof dat je dan alle lichamelijke en geestelijke vreugde en pijn en verdriet meegemaakt hebt en meemaakt. Ik geloof nooit dat je daar kun je nooit buitenop. Als je dat weet, dan weet je dus wat opoffering is, dan weet je wat betrekkelijkheid is en dus...